Vanavond weer veel nieuwe zaken voor u. We beginnen met de dood vanochtend van een meisje van 19 in Den Bosch. Om 8:50 vanmorgen sloegen buurtbewoners alarm dat er in de Leonardus van Vechelstraat een zwaargewonde vrouw lag bij de brandgang daar. Zij overleed vlak na aankomst in het ziekenhuis. Het slachtoffer bleek een 19-jarige student uit Zweden te zijn met familie hier in Nederland. Nou, is er nog niemand aangehouden, maar rond het tijdstip dat dit misdrijf plaatsvond waren er al behoorlijk wat mensen op de been. En van buurtbewoners weet de politie inmiddels dat ze toen een man in de straat hebben gezien. Op dit moment zult u begrijpen dat het uiterst belangrijk is dat we meer te weten komen over deze man die mogelijk ook al eerder in de Leonardus van Vechelstraat was. Hij zou een groene trui dragen met een capuchon. Wie heeft deze man vandaag ook gezien? Rond of voor 8:50 in of in de omgeving van de Leonardus van Vechelstraat? Die ligt in de wijk Muntelvliert in Den Bosch. En natuurlijk, waar is deze man nu? Wellicht is hij daarna nog gezien. En de kans bestaat dat er toen bloed op zijn kleding zat. Waaronder dus die groene trui die hij aan had. Als u nu de opsporingstiplijn belt, gratis op 0800 60 70, komt u informatie op de snelste manier bij de rechercheurs in Den Bosch terecht. En uiteraard moet u zich ook melden als u iets anders heeft gezien dat met de zaak te maken kan hebben. Of als u iets weet over de mogelijke achtergrond. Vertelt u liever anoniem iets, dan kan het natuurlijk ook via 0800 7000.